Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven Nederland weinig bewolking, boven de Noordzee veel bewolking en de wind komt uit het noorden. Maar een groot deel van die bewolking op de Noordzee die lost boven de Waddeneilanden op. Op de Wadden dus geregeld zon en een enkel wolkje. In de rest van het land vanochtend stralend zonnig weer. Vanmiddag ontstaan er hier en daar een paar stapelwolken en op de Waddeneilanden kan nog steeds bewolking van zee binnendrijven, maar ook daar verwacht ik van tijd tot tijd zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden van het land. Vanavond in het noorden een paar wolkenvelden. In de rest van het land blijft de zon schijnen totdat ze tegen 9 uur ondergaat. Temperaturen gaan wel dalen bij die noordenwind naar een graad of 9. Komende nacht gaat het op uitgebreide schaal vriezen aan de grond, vooral in het midden en zuiden. In het noorden zijn er meer wolken. En morgen overdag zien we overal wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het wordt zo'n 10 tot 14 graden. Maandag opnieuw geregeld zon en een paar wolkenvelden. En doordat de wind gaat draaien, begint de temperatuur op te lopen naar 14 tot 17 graden. Dinsdag vallen er een paar buien, misschien met onweer, en wordt het weer een wat zachter, 18, 19 graden. Woensdag gaat het kwik weer iets naar beneden en ook dan vallen er buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.